En dan een beloning van 50.000 euro. Dat gebeurt alleen in zeer uitzonderlijke gevallen. En dit is zo'n uitzonderlijk geval. De nacht van dinsdag 17 op woensdag 18 juli 2012. In Waalre staat het monumentale gemeentehuis in Lichterlaaien. Er zijn twee brandhaarden. Twee gestolen auto's blijken vlakbij het gemeentehuis in brand te zijn gestoken. Een zeer bewuste, goed voorbereide aanslag. En dat blijkt ook als de politie deze bewakingsbeelden vrijgeeft. Iets na 3:15 die nacht blijkt dat een Volkswagen Bora achteruit richting de hoofdingang van het gemeentehuis in Waalre is gereden. Vanuit de hal zien we dat de paaltjes die de toegang blokkeren omver worden gereden. Net als de glazen schuifdeuren. Er stapt iemand uit die het achterportier aan diezelfde kant opendoet. En daarna toch weer via de bestuurdersplaats een paar keer de auto ingaat en daar wat handelingen verricht. Daarna wordt er iets aangestoken en is er een steekvlam te zien. De Volkswagen Bora vliegt in brand en het vuur slaat al snel over naar het gemeentehuis. En ook bij de nooduitgang is op datzelfde moment een Volkswagen Golf in brand gestoken. Met dit dus als gevolg. Een schade van miljoenen voor de samenleving. Ja, er is dus een beloning van 50.000 euro voor de tip die deze zaak gaat oplossen. En er zijn nieuwe aanknopingspunten. Want recent is een nieuwe analyse van die bewakingsbeelden gemaakt. In eerste instantie maakte de politie bekend dat de blanke tot licht getinte dader die we zien is fors, liep wat bijzonder. Dat die man heel erg lang was, maar door die nieuwe analyse blijkt dat de man op de beelden langer leek dan die in werkelijkheid is. De dader is waarschijnlijk maar zo'n 1,75 meter lang. En daarnaast blijkt nu dat de daders mogelijk een hele duidelijke link met de stad Eindhoven hebben. Om te beginnen werd een van de in brand gestoken auto's in Eindhoven gestolen. Maar inmiddels heeft de politie ontdekt dat de auto waar de daders mee zijn gevlucht ook daar vandaan moet zijn gekomen. De Volkswagen Bora wordt door die blanke tot licht getinte forse man van 1,75 meter in brand gestoken bij de hoofdingang. En de zwarte Volkswagen Golf door een andere persoon bij de nooduitgang aan de Koningin Julianalaan. Van die laatste persoon is gezien dat hij daarna in een andere auto is gestapt die geparkeerd heeft gestaan op de oprit naar het gemeentehuis. Na de brandstichting is er op het Floraplein in Eindhoven een snelle donkerkleurige Audi Station Wagon gezien. Die is door de daders gebruikt bij hun vlucht. Ja, en inmiddels blijkt die vluchtauto een donkere, snelle Audi Avant Station met U-vormige achterlichten te zijn geweest. Met een vervalst kenteken reekte hij toen rond. En die donkere Audi Avant Station heeft zeer waarschijnlijk gestaan in de wijk Tongelre in Eindhoven. En dus willen we nu heel graag weten wie er in juli 2012 in die wijk Tongelre met zo'n donkere Audi Station met U-vormige achterlichten heeft gereden. Ja, natuurlijk, wie vermoedt er wie er achter deze brandstichting zaten? Eén telefoontje van u kan 50.000 euro waard zijn. Kunt u iets met deze nieuwe aanwijzingen? Bel dan alsjeblieft de tiplijn en doe dat zeker als u die hele belangrijke tipgever bent die zich al eerder anoniem meldde met informatie over de daders. De politie wil u nogmaals graag spreken. En zit u in de directe omgeving van de daders, daar is er een speciale mogelijkheid voor. Team Nationale Criminele Inlichtingen 079 345 8999.